En ik weet nog dat onze informatiecoördinator, Hans, die was alle vermissingssites in Nederland en in het buitenland aan het afzoeken. En die had die reconstructiefoto gezien. En die dacht ineens, ik denk dat ik hem heb. We waren eigenlijk met een ander onderzoek bezig. En ja, toch, dan komen die resultaten binnen van die reconstructie. En dan heb je er een gezicht bij. En ben ik opnieuw gaan zoeken. Ik trof een site aan uit Polen met vermiste personen. Ja, dan zie je een aantal foto's en die jongen sprong er toch wel uit. Een collega zat in een andere kamer en dan roep je hem erbij. En dan ben je er toch samen, kom je toch wel... Ja, dat is hem. Dat is hem gewoon. Ik zag dat de familie de jongens als vermist hadden opgegeven in een plaatsje in de omgeving van de Biesbos. Volgens de site ging het om Adriaan Wekowicz, een Poolse jongen. En was door zijn zus als vermist opgegeven. Er was een Pool die in de buurt woonde, samen had gewoond met een Nederlandse vrouw. Een jonge man nog, werkte in Nederland bij een kabelleggenbedrijf. Adriaan was een rustig persoon. Wel iemand die goed in de groep viel en ook loyaal en betrouwbaar. Een knappe gozer ook, als ik het zo mag zeggen. Ik zeg, ik val niet op mannen, maar dit was gewoon een nette man. En zag er goed uit. Dames op kantoor waren ook altijd wel onder de indruk. 15 augustus, op donderdag, was zijn laatste werkdag. Daarna wordt hij gewoon elke dag zoals gewoonlijk opgehaald. Alleen de dag erop was hij er niet. Nou, we hebben best wel wat medewerkers uit Oost-Europa. En soms gingen die ook zonder enige voorbereidende melding terug. En dit was misschien ook wel een van die gevallen. Een aantal maanden na de verdwijning van Adriaan werden we gebeld of de familie op bezoek mocht komen. We hebben ze geholpen met telefoonnummers, de weg te kunnen bewandelen om aangifte te kunnen doen bij de politie. We probeerden van alles, maar ja, je staat machteloos. En die moeder die zit jou aan te kijken en denkt echt bij mij van ja, dat gun je niemand natuurlijk. Dus dat ging wel door merg en been heen. Dat raakte je? Ja, absoluut. 1000%. Toen zijn we op gaan rechercheren van waar komt hij nou vandaan? En toen bleek hij al een lange tijd een relatie te hebben met Zarina. De ouders zijn toch een paar keer bij de politie geweest en ja, de reden waarom weet ik niet. Er werd niet direct aangifte gedaan. Dus hij stond in geen enkel systeem? Hij stond alleen met een mutatie in het politiesysteem. En pas als je gaat raadplegen op die naam, komt die mutatie naar boven. En dan zie je dat er in de tijd melding is gedaan van de vermissing van Adriaan. Kun je dan meteen naar die ouders stappen om te zeggen, hey, we hebben jullie zoon gevonden? Nee, zo gaat dat niet. Het punt is namelijk, je moet voordat je mensen kenbaar maakt dat we hun zoon hebben gevonden, moet je gewoon 100% zekerheid hebben. En het slachtoffer was wat dat betreft niet toonbaar. Dus er zat geen enkel iets aan waaraan je Adriaan zou kunnen herkennen.